Mooi 8 overwinnings is en bloot het door Gert-Anne van der Bos, de grote favoriet van de 160ste PC, waar is die influentie. Maar het aanronde weekend kwam dit toppertour in Sijsbierum en Arem net onder presenta. Juster waren er in de tweede omloop volend van Johan van der Meulen, Reinse Pieter Hiemstra en Hilke Bruinsma. Zodwaarde kwam Johan van der Meulen, Moisie Mater in Arem in de finale te staan, tegen het betoer van Bouke Triemstra, Allejan Anema en Hendrik Koolstra, die het steun in Sijsbierum ekel won. Wij komen erin op de stand van Fjouwer eerst gelijk en Skinner Sijs van betoer Bouke Triemstra. En dan wordt de bal twee uitsluit door Reinse Pieter Hiemstra, wordt het 5 met Fjouwer. Bouke Triemstra op een ei brengt dan de bal achterin bij Hilke Bruinsma, maar die slaat de bal ook weer Skinner 2. Toer van der Meulen won dit hier de Olympiade. Dan op nij Bouke Triemstra en een verskorende beste zitbal van deze man en stit het Skinner Fjouwer van het betoer. Trog een bobbeslag wordt het nog Fjouwer 2. Dan binnen de twee keertsen en mooi het betoer van Johan van der Meulen beziek je binnen street te blijven. Reinse Pieter Hiemstra op Allejan Anema. En die kent de keerts voorbij slaan, budget 6-2. Johan van der Meulen op die tweede net al te dikke keerts. Allejan Anema, hij rekken die bal net goed, maar best genoeg. En zo wint dit betoer twee keer in je weekend. En dat maakt wel vertrouwen, Jan. Nou, waar zit dat? Ja, geweldig. We zien het twee keer in Ongen. Vorig weekend, het weekend ervoor, in die twee keer de tweede. En nu ja, nou dit, twee keer de eerste. Dat is hartstikke mooi. Ja, vol vertrouwen naar de PC heen. Ja.